Ik ben dan zo geneigd om te zeggen dat mijn beroep pottenbakker is, hè? Moeder zit achter het stuur. Ik ben Auke Hulst, ik ben schrijver en muzikant. En wij houden de wacht. Vlinders vieren de vrijheid van wind. Ja, ik zeg nu officieel dat ik 10 jaar schrijver ben, maar ik ben natuurlijk helemaal niet 10 jaar schrijver. Ik ben al 30 jaar schrijven bijna. Ik ben begonnen met schrijven toen ik 12 was, althans echt serieus. Nadat ik ook liefde voor lezen had ontwikkeld, dacht ik ook meteen, ik moet schrijver worden. Dit is het helemaal. Dit past bij wie ik ben. Dit is wat ik wil. Nou, wat ik in die tijd heb geleerd is dat als je het een beetje moeilijk hebt met de wereld, omdat je jezelf een buitenstaande voelt, wat ik mezelf voel, dat het een manier is om de wereld toch dichterbij te halen, denk ik. Voor mij is schrijven heel erg denken. Het is een manier om na te denken over de wereld. Je maakt een weerslag van de wereld op papier, waar bepaalde dingen scherper uitgelicht worden, bepaalde verbanden opeens duidelijk worden. En het is dus een manier om tot zelfinzicht te komen of tot inzicht over de wereld. Maar ik vind het vooral een manier van denken. Mijn nieuwe roman, en ik herinner me Titus Broederland, gaat over tweelingbroers. En die leven in een wereld. En die wereld is, moet je zien als een soort van eeuwigdurend 1900 platteland. Waar tweelingen voor duivelskinderen worden aangezien. Het gevolg daarvan is dat zij door hun vader altijd weg zijn gehouden van de wereld. Ze zijn opgegroeid in een bos, afgeschermd. En ze zijn dus absolute buitenstaanders. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks waardoor zij gedwongen worden dat bos te verlaten en de wereld in te gaan, een vijandige wereld. Het gaat over broederschap, het gaat heel erg ook over herinnering. Die broers hebben niet dezelfde herinnering aan momenten die ze wel allebei hebben meegemaakt. En ze hebben niet dezelfde herinnering aan hoe hun jeugd is geweest en wat de betekenis van hun jeugd is geweest. En het gaat, zoals eigenlijk al mijn werk, gaat het over hoe buitenstaanders hun weg vinden in de wereld. Dus in die zin gaat het gewoon weer over mezelf. Eigenlijk komt dit hele boek voort uit een gedachte die ik vroeger had toen ik opgroeide op het platteland in Groningen. Dan dacht ik wel eens, hoe zou het zijn als de hele wereld was zoals dit stukje land. En met die gedachte ben ik een beetje aan de haal gegaan. En er zijn wel heel veel verbanden ook met de plek waar ik ben opgegroeid. Er wordt een soort brandstof gewonnen die heet aardbloed. En wat er nu gebeurt in Groningen met het gaswinningsgebied, de aardbevingen, is ook deels een inspiratie geweest voor iets wat in het boek gebeurt. De rampspoed die zich daar ontvouwt en wat de rampspoed die de broers van huis verjaagt. En eigenlijk kun je dit boek zien als een soort van mythologisering van het leven dat ik heb gehad als kind. De radio valt weg en de schemer daalt. Overal kruipt het ijs. Overal.